Heb jij een toyboy eigenlijk? Nee. Ik weet niet waarom. Maar als ik ga praten, lopen ze weg. Sorry, ik moet alleen maar lachen. Maar niet om jou, maar gewoon... Ja, ik vind... zeg hun ook in de WhatsApp. Het ligt niet aan jou, maar dit gaat hem niet worden. Goedemorgen. Tot de zondagmorgen. Ladies and gentlemen, het is een nieuwe zondagochtend. Je kijkt naar een nieuwe brandstof. En deze keer de one and only Tamara naast me. Hi! Tadaa! Wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja, vind je het leuk? Ik vind het echt heel bijzonder. Ja. Ik kijk het altijd. Oh, echt waar? Ja. Je bent een prachtig, holy! Ja, hè? Dat vind ik zelf ook. We hebben natuurlijk zoveel geld verdiend met het eerste seizoen, hè? Dus we dachten, het stopt voor in onszelf. Oh, letterlijk ook. Letterlijk. Echt goed gebleekt. Ja, goed gebleekt. Duur gebleek. Deze hele aflevering staat in het teken van het nieuwe seizoen van Shirley en Tamara. Even terugblikkend. Wat vond je dan het hoogtepunt? Het is toch om het paard rijden. Ja? Ja. Dit was gewoon zo bijzonder met de paarden. Gadver! Ze lijken al op jou! Hoe je een vrouwtjespaard noemt. Hoe je een vrouwtjespaard noemt, dat is gewoon een vrouwtjespaard, toch? Teef of zo? Hé, hey, kijk, dit is een vrouwtjespaard, ja. Teef, vrouw in paard. Een beul, een paard in. Een paard, ik weet het niet. Oh, heet het een merrie? Nou, dat leek erop. En die vraag ook. Oh. Echt een enig gevoel. Enig. Ja. Ja. Lach je me nou uit? Nee, sorry. Oh. Het is toch. Wat vind jij ervan dan? Ja, vind jij het leuk? Ik vind het fantastisch. Ik vind jou leuker dan Shirley, als ik eerlijk ben. De ene dag is vrolijk en de andere dag kan je beter omlopen. Ja, echt. Ja. Ik wil alleen nog even weten, wat kunnen de mensen van seizoen 2 verwachten? Eén groot spektakel. Shirley en Tamara zijn terug. Na een spectaculair eerste seizoen vol fame, fans en geld, zijn de dames wilder, voller en armer dan ooit. En verdien je nou ook veel geld mee? Heel veel. Ja? De volgende keer zijn extensies nog langer. Oh, dat oké. Okay. En wat voor cup heb je nu dan eigenlijk? Dit is een D50. Ik dacht, jij komt langs, dus dan kan ik niet anders dan een McDonald's halen. Wat lief. Dit zijn allemaal kipnuggets. Oh. Heb je wel frietsaus? Wat eet jij nou altijd 's ochtends? Nou, ik eet altijd wel weinig in de ochtend. Ja. Kijk, je moet ook aan de lijn denken. Als je grote borsten neemt, moet je dun blijven. En anders is het niet in proportie. Kijk, is zoet, zure saus. Hé, wat is nou het hoogtepunt geweest van het nieuwe seizoen? Een echte highlight waarvan je denkt, wauw, dat was vet. Nou, toch wel de Beekse Bergen. Ja? Ja. In de bergen tussen de leeuwen en de blote billenapen. Met de rode billen. Mm. Dat heeft Julie ook altijd als ze een leuke jongen langs heeft geweest. Oh. Ja. Dat is gewoon bijzonder om al die uitgestorven dieren terug te zien, hè? Wat is hij nou? Hij loopt me gewoon uit te lachen. Sorry, Tamara. Een hele slechte hoogtepunt ben ik, ja. Ja. Maar ook bij onze eerste kennismaking meteen. Dat meteen een lach... zenuwen misschien ook, ja. Ik was ook zenuwachtig. Ik moest naar de wc vanochtend, job. Ja. Ja. Oké, okay. Ik ga nu serieus doen. Misschien moet ik je laten schrikken. Dat helpt soms. Je gaat hier maar uitlopen lachen. Nee, ik lach je niet uit, sorry. Nou, je hebt helemaal tranen op je hoofd. Oké, goed. Neem maar even een slokje, dit is goed voor je. Oké, dankjewel. We hadden het in de aflevering natuurlijk over de dinosauriërs, hoe ze uitgestorven waren eigenlijk. Ja, het heeft allemaal te maken met de klimaatsverandering, hè? Dat is heel erg aanwezig. Toch? Ja, nee, zeker, ja. Ja. Wij hebben normaal gesproken nieuws en dat gaan we nu even anders doen. Ik heb wel leuk nieuws. Oh, wat? Het is alleen nog een beetje oud. Patricia Pai heeft een nieuwe toyboy. Heb jij een toyboy eigenlijk? Nee. Ik weet niet waarom. Maar als ik ga praten, lopen ze weg. Maar hoezo lopen ze weg dan? Wat zeggen ze dan? Nou, soms begint ze te lachen zoals jou. En soms kijken ze me aan en gaan ze gewoon weg. Sorry, ik moet alleen maar lachen. Maar niet om jou, maar gewoon... Ja, ik vind... zeg hun ook in de WhatsApp. Het ligt niet aan jou. Maar dit gaat hem niet worden. Oké,
Oh, wat ben ik een slechte host vandaag. Onder het kopje nieuws heb ik deze keer Would You Rather. Nieuwtjes van Tamara, want hoe leuk is het als we haar beter leren kennen? Ja. Het zijn een aantal vragen. Wat heb je liever, ontzettend dom zijn of hoogbegaafd? Ja, ik weet niet, hoogbegaafd. Ik weet eigenlijk niet eens wat het is. Oké. En dom, het is ook lullig om te zeggen. Dus ik ben het eigenlijk allebei niet. Nee, jij zit er een beetje tussenin. Ja, ik ben gewoon... Inderdaad. Ja, als je hoogbegaafd bent, dan ben je vaak ook niet zo sociaal. Kijk, en ik ben het wel, hè. Ik praat met iedereen. In de kroeg komen ze allemaal naar me toe. Daar heb ik iedereen om me heen staan dansen. Dus ik ben wel sociaal. Dit is ook geen makkelijke. Nooit meer seks in je leven of nooit meer een telefoon. Jezus, wat een rotvraag heb jij. Ja. Waar heb je die op gevonden? Oh ja, internet. Dan ging ik gewoon elke week naar de kroeg. Dan ging ik gewoon... Daar vind je ook jongens. Heb je geen Tinder voor nodig? En dan zie je ze meteen, hè. Soms lijken ze niet eens op de foto's. Denk je, gadver, dan ben jij lelijk. Nou, een red happy voor jou. Of je hele leven met wurmen ontbijten. Of elke dag McDonald's eten. Oké. Wauw. Die is goed, hè? Ja, die is heel goed. En niet eens van internet. Nee. Levende wurmen. Ja. Uit de grond, dus met aarde erop. Ik zou dan voor de McDonald's gaan. Ja, hè? Maar dan weet ik wel dat ik binnen 20 jaar dood ben. Maar beter als wurmen eten. Zeker. Ja. Zeker. Mag ik zeggen dat ik ontzettend leuk vind dat jullie gewoon weer terug zijn. Ja. En dat ik heel veel zin heb in de komende afleveringen. Ik ook. Ja. Echt superleuk. Ja, dat snap ja, ik. Ja, hè? Mijn kipnuggets zijn op. Normaal gesproken heb ik allemaal gadgets en deze keer is het niet een gadget, maar echt een ultieme prijsvraag. Iets wat je absoluut wilt winnen, namelijk een foto van Shirley 2.0. Die heb jij meegenomen ja. voor me. Kijk, ik dacht, ik ben er nu, ik hou er toch wel van, dus dan is het er toch een beetje bij. Ah, oh, dat vind ik echt heel erg leuk. Dus die kunnen mensen gewoon winnen. Ja. Wat moet je daarvoor doen? Degene die zich het mooist sminkt zoals Shirley. Maak een foto, doe op Instagram en tag ons. Tag mij, tag Nanne. Ja. Dus Shirley Tamara en Nanne Meijer. Degene die het meest op Shirley lijkt, die wint dus uiteindelijk de foto. Ja. Hoe tof is dat? Maar het is echt een vette foto. Echt super gaaf. Het is echt zo... Ja, ik hou er toch wel van. Ik ja. kan wel altijd over haar uitkramen. Maar ze is zo lief soms. Ja, dat soms. Snap ik. Zo. Nou, afsluiten. Als je de afleveringen wilt zien van Shirley Tamara, het tweede seizoen. Ik vind ze fantastisch. Je moet er zeker even naar kijken. Je moet erop klikken. Moet, ja. Dan kun je nu op je scherm klikken. Vind je het kanaal van Shirley Tamara. De vorige twee afleveringen staan hieronder. Met Robin en hoe heet die ander ook weer? Timo van Spangas. Oh ja, Timo. Zo spannend is dat, hè? Spangas. Gewoon lekker terugkijken. Abonneren. Zijn ook superleuk. Ja, tot volgende week zondag. Mwah. Bye, jongens.